gaan we een heel belangrijk onderwerp bespreken, namelijk beveiliging. Maar de eerste vraag die in me opkomt is, ben jij zelf nou wel eens bestolen? Ik ben zelf niet bestolen. Maar de reden ook dat ik de webshop ben begonnen is wel dat een goede vriend van mij, die is wel voor een flink bedrag bestolen. Dat is denk ik ongeveer wel meer dan een jaar geleden. Was toen aan Ethereum was dan 18.000 euro waard. Nou, als je weet hoeveel het is omhoog gegaan afgelopen jaar, dan reken maar uit. Jeetje. Dus dat was wel dat ik zelf ook wel me er heel bewust van werd van het risico. Want hij is totaal niet een persoon die niet handig is met computers of zo. Okay. Dus kan blijkbaar iedereen overkomen als je niet oplet. Ja. Ja, de laatste tijd horen we heel veel over hacks. Nu was er vorige week weer een hack waarbij meer dan 500 miljoen Nemcoins gestolen zijn. Loopt het bij jullie dan nu ook storm? Ik heb niet echt per se het idee dat het als zoiets gebeurt in het nieuws, dat het dan meteen een heel erg piek is of zo. Ik heb wel het idee, als je op zoek gaat naar internet en je gaat investeren, dan kom je al heel snel wel uit bij dat het veilig bewaren wel heel belangrijk is. En dat de verhalen van mensen die iets kwijtraken of gehackt zijn, die zijn er echt in overvloed te vinden op het internet. Ja. Dus ik heb het idee, in ieder geval dat misschien dat Nederlanders zich daar wat bewuster van zijn, maar dat het hier mensen wel goed op de hoogte zijn van de risico's of het algemeen. En wat bied jij op je website dan voornamelijk aan? Want hoe kun je het beste je crypto-munten beveiligen? Ja, wij verkopen dan hardware wallets. Mm-hmm. We zijn een reseller van eigenlijk alle fabrikanten die die producten maken en verkopen. Ja. En daarnaast geven we ook workshops, dus ook in hoe kun je dat veilig opslaan en hoe kun je iets kopen en verkopen. En een beetje een soort basiscursus om te beginnen, dat bieden we ook aan. Maar is een hardware wallet dan echt het allerveiligste? Want in principe, als ik die kwijtraak, dan zou ik toch ook mijn bitcoins kwijt zijn? Dat is een vraag die we ook heel vaak krijgen, maar daar is wel over nagedacht. Tijdens de installatie van die hardware wallet moet je ook, geeft het apparaat jou 24 woorden. Ook heel belangrijk dat het apparaat jou die 24 woorden geeft. Er zijn ook wel gevallen geweest van mensen die het op marktplaatsen verkopen, die dan zelf al voor iemand die 24 woorden invullen op een mooi gemaakt papiertje. Dat is dus echt niet de bedoeling, je moet het echt zelf opschrijven. En dat apparaat geeft jou dus die woorden. En met die woorden worden jouw private keys, ik weet niet of dat voor de meeste mensen bekend is. Maar dat zijn eigenlijk de sleutels tot jouw crypto bezit. Aan de hand van die 24 woorden wordt dat gegenereerd. En die staan veilig op die hardware wallet. En mocht je het apparaat dus kwijtraken, dan kun je altijd met het papiertje waar je die 24 woorden hebt staan, kun je hem altijd weer herstellen met een nieuw apparaat of een andere wallet die daarmee samenwerkt. Okay, dus als je die 24 woorden hebt, dan staat het in principe veilig. Ja, dan zit je altijd goed. Dus ook al raak je hem kwijt, gaat hij stuk of gaat het bedrijf dat de hardware wallet maakt failliet, maakt allemaal niks uit, dan kun je altijd nog bij je munten komen. En wat is jouw voorkeur van een hardware wallet ten opzichte van een paper wallet of een online wallet? Wat wel een nadeel is bijvoorbeeld van een paper wallet, is ook op een manier, dat noemen ze dan cold storage. Dus zeg maar dat het... Ja, dat je eigenlijk afgezonderd zit van het internet. Dus dat je daar niet bijvoorbeeld een software wallet die je op je computer hebt. Die op je computer die je gebruikt, die is natuurlijk verbonden met internet. Er kunnen virussen en dingen komen, dus daar loop je weer extra risico mee. Een paper wallet die vermijdt dat risico, omdat het daar af is. Alleen het nadeel van een paper wallet is, als je het ooit weer wil verkopen, zul je dus altijd weer ergens moeten inladen op een computer. Dus je zult ook die sleutel, die private key, die zul je weer ergens moeten inladen. En doe je dan zul je weer een transactie moeten doen vanaf een computer. Ah. En daar heeft een hardware wallet ook weer extra veiligheid voor ingebouwd. Dus als je een transactie doet vanaf een hardware wallet, dan moet je op het schermpje wat op het apparaatje staat, daar wordt ook het adres laten zien waar je het heen stuurt. Mm-hmm. En dat is een extra beveiligingslaag die bijvoorbeeld een paper wallet niet biedt. Okay, dus wat dat betreft zou een hardware wallet het veiligste zijn. Ja. En stel nou dat je graag wilt handelen en je tokens het liefst op een exchange hebt staan. Nu weten we dat exchanges goed gehackt kunnen worden. Ja. We hebben het vorige week nog gezien. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Stel, je bent een echte handelaar. Ja. Wat doe je dan? Dan is denk ik hardware wallet niet per se de makkelijkste optie. Want stel je boekt het nadat je iets hebt gehandeld steeds weer terug naar je hardware wallet. Ja, dan zul je daar natuurlijk ook de transactie fee van het netwerk altijd over moeten betalen. Ja, dat is natuurlijk vrij omslachtig. In drukke periodes of als de fee niet altijd hoog, kan het natuurlijk heel lang duren voordat het erop staat. Ja. Dus als je vooral dagelijks veel aan het handelen bent, dan is het denk ik wel heel omslachtig om dat via een hardware wallet te doen. Mm-hmm. Dus dan zou ik wel kunnen kijken van hoe vermijd je de risico's op een exchange. En als je echt groot bezitter bent, dat je dan alleen een deel waar je in je handelt op een exchange hebt staan. En je overige bezit, dat je dat dan toch
ja, wegzet op een hardware wallet als je daar niks meer mee doet. Maar voor een hodler is het dus echt het beste om, ja, om de hardware wallet, ja, te maken. Oké. Okay. Maar ben je dan ook echt niet veilig als je op een exchange tokens hebt staan? Ja, er zijn natuurlijk verschillende nadelen. Los van het feit dat dus een exchange gehackt kan worden, wat je, ja, dus de afgelopen maanden ook meerdere keren wat van hebt gehoord. Ben je ook overgeleverd aan die partij als die niet jouw munten verzenden om wat voor reden ook, of een bedrijf wordt in beslag genomen door een overheid, wat ook wel eens is gebeurd. Ja, dan ben je het gewoon kwijt. Je hebt geen controle over je eigen bezit. Ja. En ja, dat is natuurlijk het grote nadeel van een exchange. Ik wil niet per se zeggen dat je elk moment gevaar loopt, maar ik denk in de vorige gevallen dat dingen fout zijn gegaan, heeft ook niet iedereen het zien aankomen. Dus ja, het is moeilijk om in te schatten hoe groot die risico's echt zijn. Maar ja, als handelaar dan kun je er gewoon niet echt omheen om een exchange te gebruiken. Nou, als ik jou zo hoor, dan zou de hardware wallet dus wel echt de beste optie zijn. Loopt het dan nu ook storm bij jullie op de site? Ja, vooral de afgelopen maanden is het echt extreem druk geweest. Helaas is wel voor partijen als Legend Tracer, vanwege de enorme vraag hebben die nu vanaf begin dit jaar, kunnen die helemaal niks meer leveren. Ja. Dus ik heb ook gezien dat de prijzen overal echt enorm omhoog zijn gegaan. Ja, vinden ze zelf ook jammer. Wordt dan als bedrijf ook soms een beetje geforceerd om zo'n keuze te maken. Want je hebt wel minder inkomen over periode en je hebt wel kosten ook en zo. Dat is dan ook de reden dat ze bij jullie dan nu ook een slagje duurder zijn? Ja, ik denk dat als je van die price watch sites kijkt, zie je dat ze overal nu gewoon rond de €200 liggen. Ja. En vanaf eind maart zouden ze weer beter leverbaar moeten zijn. En ook even wat Ledger heeft de prijzen zelf ook flink omhoog gedaan. Dus ik denk dat de prijs zit nu wel rond de €100, €110 voor een Ledger. Terwijl het afgelopen jaar mensen rond de €70, €80 heeft gezeten. Ja. Okay. Nou heb ik nog één afsluitende vraag. Wat zou jij willen meegeven aan iemand die net met crypto's begonnen is? Qua beveiliging. Ja, ik denk van afhankelijk wat je ermee doet. Dus als je een exchange gebruikt, probeer altijd risico's te vermijden. Dus op een exchange zorg dat je two-factor authentication aanzet. Dus dat is met zo'n appje dat je nog een extra beveiligingscode over je wachtwoord hebt. Zorg dat je unieke e-mailadressen en gebruikersnamen gebruikt. En unieke wachtwoorden natuurlijk. Ja. En ja, als je inderdaad meer toch wat wil vasthouden, ja, dan denk ik zelf dat een hardware wallet, we verkopen ze natuurlijk ook, maar ik denk zelf wel dat het echt de beste optie is om dat vasthouden. En verdiep je ook een beetje in de technologie, hoe het werkt. Ik denk als iedereen er alleen maar in blijft zitten om er veel geld uit te halen, dat is op lange termijn denk ik voor niemand goed. Mm-hmm. Niet voor de mensen die veel geld eruit willen halen en niet voor de mensen die gewoon heel erg veel in de technologie zien. Ja. Dus ja, lees je vooral goed in. Vraag ook om, vraag mensen om advies als je er niet zoveel aan weet. Probeer er echt in te verdiepen, want het is allemaal nog heel nieuw en heel ongebruiksvriendelijk. Dus ja, je kunt niet verwachten dat het allemaal vanzelf gaat. Je zult wel echt zelf wat onderzoek moeten doen. Dat zijn wijze woorden. Ik wil je heel erg bedanken voor het interview. Graag gedaan.